10 verschillende boeren, maar over één ding zijn ze het allemaal eens. Het leven wordt een stuk leuker met een vrouw over de vloer. Dus ze zoeken een partner. Vandaag presenteren ze zich in de eerste aflevering van ons nieuwe programma Boer zoekt vrouw. 16 jaar geleden begon het Boer zoekt vrouw avontuur. Een zoektocht naar de liefde voor boeren uit het hele land. Waren het er toen 10, inmiddels zijn het meer dan 100 boeren die mee hebben gedaan. Boer zoekt vrouw bleek meer dan een zoektocht naar de liefde. Voor de kijkers, maar ook voor de geïnteresseerde potentiële partners. Want wilden zij kans maken het hart van de boer te veroveren, dan moesten zij, soms voor het eerst, ook de handen uit de mouwen steken. Om te ontdekken of niet alleen de man, maar ook het bijkomstige leven hen zou passen. En dat ging soms letterlijk met vallen en opstaan. Ik ben van jou de knieën. Waar is hier een deur dan? In de afgelopen 11 seizoenen schreven meer dan 10.000 vrouwen en mannen een brief of mail. Gingen er 550 van hen op speeddate. En begonnen er 165 aan de logeerweek. In de hoop als laatste over te blijven. Een lang weg en wegen, Marlies. De uiteindelijke keuzes van de boeren waren vaak zenuwslopend. Maar wel succesvol. Mara. Inmiddels zijn we vele huwelijken en mooie liefdes verder. En zijn er meer dan 80 boer zoekt vrouw baby's geboren. Yeah! Boer zoekt vrouw liet door de jaren heen zien dat de behoefte aan liefde universeel is. En dan maakt het niet uit of je boer bent in Groningen, Drenthe of Limburg. Of in Tanzania, Canada of Frankrijk. Ik ben Martijn, ik ben 25 jaar en ik zoek een vriendin. Een leuke glimlach en sprankelende ogen. En ik garandeer je een leven als een prinses. Ik ben Aad, 48 jaar. Op zoek naar een vrolijk meisje met diepgang. De aankomende weken kijk ik met mijn boeren terug op hun zoektocht naar de liefde. Is die nog altijd in hun leven? Ik begin met boer Henk. Zijn hart werd in 2012 gestolen door Fiona. Het is alweer 8 jaar geleden dat de toen 25 jaar jonge Henk op zoek was naar een leuke vriendin. Zijn oproep sloeg in als een bom bij veel single vrouwen. Ik kon hem blij maken met een enorme hoeveelheid brieven. Henk! Hoi, kom. Het is er weg. Ja. Ben je er klaar voor? Nou ja, zo goed als. Ja? Ja, natuurlijk. Eens even kijken. Deze was voor jou. En deze was voor jou. Het zijn heel mooie kunstwerken. Hebben ze echt hun best op gedaan, ja. Hè? En deze was voor jou. Een mooi melkpak. Is leuk, hè? Ja, maar echt een mooi gedicht geweest, joh. Nou, kan je dat mee, denk je? Ja, ik hoop het. We gaan het openmaken en we gaan zien wat er allemaal moois in zit. Oké. Okay. Dit ziet er al wel veelbelovend uit, maar ja. Nou, de brief nog. Dat is dit. Allemaal. Allemaal. Dat is aardig wat. Dat is wel heel veel. Henk weet uit de 1109 brieven een selectie te maken en kiest 10 dames om mee te daten. Nou, hey, hartstikke bedankt voor de gezelligheid. Ja. Jij ook bedankt. En tot ziens. Ja, ja, gaat leuk, hoop ik. Waaronder Fiona. Hey, doei, doei. Ja, dat is goed. Ik zoek Henk opnieuw op, uiteraard op 1,5 meter afstand. Die gladiolen moet ook groeien natuurlijk, hè? Goed zo. Kijk nou! Hey! Hallo! Goedemorgen! Wat een goede hulp! Ja. Hey, Yvonne. Goeiedag. Jij hebt echt veel hulp. Ja, ja, zeker. Zo. We hebben het wel getroffen, ja, met 3 van zulke lieve hulpen erbij, ja. Extra. Wat een groot gezin. Ja, hè? Wie had dat durven denken, 7, 8 jaar geleden, zeg maar, dat dit het resultaat zou mogen zijn.